Een tijd geleden kregen we daar een glimps van de toekomst toen Xbox zijn reveal deed van de next gen games. En het is nogal een understatement om te zeggen dat dat een toch wel een bittere teleurstelling voor velen was. Want om heel eerlijk te zijn, en ik zal dat zelf ook onderschrijven, zagen de games er simpelweg gewoon niet heel erg indrukwekkend uit. Althans, de games waarvan we de gameplay zagen, want er zat natuurlijk ook een heleboel in-engine cutscenes bij. Maar voornamelijk wat ik daar zag was dat de games er gewoon niet beter uitzagen dan dat we nu al hadden. En dat was een teleurstelling. Het hele internet viel er dan ook over. En Aaron Greenberg greep die kans dan ook gelijk aan om aan te geven dat Microsoft die Xbox presentatie feedback tot zich gaat nemen en hopelijk in de toekomst het beter gaat doen wat betreft verwachtingen managen. En toen kwam daar eigenlijk ineens vanuit het niets de Unreal Engine 5 demo. En het bijzondere aan die Unreal Engine 5 demo was dat die redelijk gericht was op next gen, maar misschien nog belangrijker is dat het woordje PlayStation 5 werd genoemd. Deze Unreal Engine 5 demo draaide dan ook in real time op PlayStation 5 hardware. Ik kan niet overstaten om te zeggen hoe indrukwekkend die demo was. Het hele internet stond in brand en iedereen was weggeblazen door de mooie beelden die Epic Games op onze schermen wisten toveren. En het was nogal een pijnlijk verhaal, want dit was geen PlayStation reveal. Maar deze beelden werden overduidelijk gelinkt aan de PlayStation 5, omdat de PlayStation 5 meerdere malen werd genoemd. De hardware was dan ook van de PlayStation 5. En Xbox werd dan ook nergens genoemd. En om nog heel even een duit in het zakje te doen, zei Epic ook nog eens dat dit alleen op PlayStation 5 mogelijk zou zijn. Zelfs niet op de high-end PC's van vandaag. En dat was toch een flinke levensstoot voor Microsoft ook om te horen. Voor PC's misschien in dat geval iets minder. Want PC's, ja, we weten allemaal hoe dat gaat. Die lopen dan misschien wat betreft SSD-technologie op dit moment wat achter. Maar dat kan over een paar maanden alweer verleden tijd zijn. Terwijl de console hardware van zowel de PlayStation 5 als de Xbox waarschijnlijk 4 tot 7 jaar lang hetzelfde blijft. Tot er een pro-console verschijnt of totdat er een nieuwe generatie aantreedt. Dat vonden natuurlijk vele mensen een vreemde opmerking. Zeker gezien het feit dat de Xbox Series X op papier, zeker qua teraflops, de krachtigere console moet zijn. En dat deze graphics, althans deze demonstratie, niet mogelijk zou zijn op een Xbox Series X schopte veel mensen tegen het verkeerde been. Maar gelukkig trok Tim Sweeney, co-founder en CEO van Epic, naar Twitter om even wat duidelijkheid te scheppen rondom dit hele verhaal van de Unreal Engine 5, de next gen en hoe dat nou zit met de Xbox Series X en de PC's. The Unreal Engine 5 demo on PlayStation 5 was the combination of years of discussions between Sony and Epic on the future of graphics and storage architectures. Een niet onbekend verhaal, want het is iets wat we natuurlijk de afgelopen jaren meerdere malen voorbij hebben zien komen. Het begon natuurlijk na het dramatische verhaal van de PlayStation 3, die destijds de innoverende celprocessor had ontwikkeld, maar eigenlijk iets wat een nachtmerrie was voor elke developer om mee te werken. Het was zelfs iets wat bijna Sony de kop heeft gekost en eigenlijk is Sony sindsdien vanaf de PlayStation 4 heel erg nauw samen gaan werken met developers om ervoor te zorgen dat de architectuur juist de developers empowert in plaats van dat het barrières opwerpt om nieuwe technieken te kunnen omarmen. Dit is gebeurd met de PlayStation 4. Dat hebben we destijds gezien bij de presentatie van Mark Cerny. Maar ook de allerlaatste technical deep dive van Mark Cerny voor de PlayStation 5. Iets wat oer saai was wat mij betreft. Maar dat is probably omdat het over mijn hoofd ging. Misschien niet voor jou. Maar daar liet hij ook weten dat de hele systeemarchitectuur van de PlayStation 5 juist tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met developers. Zoals bijvoorbeeld een Epic Games. Vervolgens laat Sweeney dan ook nog even weten: de Nanite en Lumen technologieën powering it will be fully supported on both PS5 and Xbox Series X. And it will be
awesome on both. Nou, dit laat gewoon natuurlijk weten dat de Unreal Engine 5 volledig compatible gaat zijn met de Xbox Series X. En waar mogelijk zelfs nog wat indrukwekkender kan zijn op de Xbox Series X. Want heel simpel gezegd, de Xbox Series X heeft natuurlijk iets wat meer grafische rekenkracht door de krachtige GPU. Qua rekenkracht komt de Xbox Series X uit op 12,9 teraflops. Dat ten opzichte van een 10,2 van de PlayStation 5. Maakt het in theorie mogelijk dat deze demo zelfs nog indrukwekkender zou kunnen zijn op Xbox Series X. De reden waarom wellicht Epic heeft gekozen voor de PlayStation 5 onder andere, kan natuurlijk ook die innoverende SSD-architectuur zijn die ze hebben klaargemaakt voor de PlayStation 5. Want deze SSD-architectuur die maakt texture streaming en asset streaming op gigantische snelheden mogelijk. En ook, dat is ook iets wat gedemonstreerd werd tijdens die Unreal Engine 5 demo toen onze Tomb Raider chick eigenlijk als een soort van paraglider door de gebergtes heen zweefde en juist op hoge snelheid liet zien dat ook de engine dat op deze manier gewoon meer dan prima aankon. Maar dan komen we natuurlijk bij de hamvraag. En de hamvraag in deze is natuurlijk: gaan games er zo mooi uitzien bij de launch van de next gen consoles PlayStation 5 en Xbox Series X? En helaas moet ik je hoogstwaarschijnlijk teleur gaan stellen. Want 1. De Unreal Engine 5 komt pas in 2021 uit. De consoles komen al ietsjes eerder wat dat betreft. Maar daarnaast zijn launch games op een nieuw platform nooit een indicatie voor wat games eigenlijk kunnen en hoe ze in hun potentie eruit kunnen gaan zien op dat platform. Dat is vaak pas jaren down the road. Maar het geeft wat dat betreft, zeker omdat het een real-time demonstratie was, zeker een mooie glimps over hoe games er ooit uit kunnen gaan zien op de next gen. We hoeven in elk geval niet lang meer te wachten, want het is nog maar een kleine 6 maanden totdat de next gen hier is. Beide consoles komen eind 2020 uit en zoals je weet zitten we al halverwege. En de komende tijd gaan we dus nog heel wat zien. PlayStation 5 moet zijn console nog uit de doeken doen. Inside Xbox gaat nog first party titels tonen. Sony gaat nog first party titels tonen. Dus ik ben rete enthousiast voor wat ons de komende maanden te wachten staat. Ik kan dan ook niet wachten om dat met mijn collega's van GameKings.tv te bespreken. Nog een klein gerucht op dit moment is dat Sony een online evenement heeft gepland staan voor 11 juni. En op die datum zou Sony zowel de console als een aantal titels voor het eerst uit de doeken doen. Nou, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, hou dan natuurlijk GameKings.tv in de gaten. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken van deze video. En tot de volgende keer. Later!